Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Foberta. Ik ben Jan-Willem en deze keer gaan we kijken naar een aantal oefenopgaven met de lenzenformule. En de eerste oefenopgave die ik neem is, stel Pietje is een krant aan het lezen en dat doet hij terwijl hij de krant op een afstand van 60 centimeter van zijn oog afhoudt. Zijn oog heeft een afstand tussen ooglens en netvlies van 1,8 centimeter. Hoe groot moet nu de brandpuntsafstand van zijn oog zijn? Nou, de manier is natuurlijk gewoon eerst de lenzenformule opschrijven. 1 gedeeld door F is 1 gedeeld door V plus 1 gedeeld door B. En dan gaan we invullen. En in dit geval mag ik gewoon met centimeters werken. Het is heel belangrijk. Alle eenheden moeten hetzelfde zijn, maar of je nu alleen maar centimeters invult of alleen maar meters of alleen maar millimeters, dat maakt niet uit. Dus in dit geval pak ik alleen maar centimeters en ik zeg 1 gedeeld door F is 1 gedeeld door, nou, hij heeft de krant op 60 centimeter en hij heeft het beeld op 1, of het beeld moet op 1,8 centimeter komen om scherp te zijn. Dus ik heb 1 zestigste plus 1 1,8ste. En ik kan natuurlijk wel allerlei moeilijke trucjes met breuken gaan doen. Maar ik ga het gewoon heel simpel doen. Ik doe gewoon 1 zestigste plus 1 1,8ste. En dat is een geweldig onhandig getal. Namelijk 0,57222. En nu moet je niet de fout maken dat dit al het antwoord is. Want het echte antwoord komt nu pas. F is 1 gedeeld door 0,57222. Standaard rekenregeltje. Als ik een breuk heb, 1 gedeeld door F is 0,57222. Dan is F 1 gedeeld door 0,57222. Dat zijn heel veel getallen om uit te spreken. Dus ik ga het gewoon maar intypen. 1 gedeeld door. Dat is niet het knopje dat ik wou hebben, denk ik. 1 gedeeld door. Da. 1 gedeeld door 0,57 en een hele hoop tweetjes is 1,74. Is dat goed afgerond? Nee, dat is verkeerd afgerond. 1,75 centimeter. Tweede voorbeeld. Stel ik sta hier ergens en ik denk van, goh, ik neem een fototoestel mee. Op mijn fototoestel zet ik een lens met een brandpuntsafstand van 100 mm. En ik ga een foto maken van iemand die 3 meter verderop staat. Op welke afstand moet ik dan het filmrolletje van de lens af hebben staan? Nou, dan kan ik weer zeggen, het voorwerp staat op 3 meter. Mijn brandpuntsafstand is 100 mm. Nou, dat zijn twee dingen die niet hetzelfde zijn. Dus ik ga nu mijn voorwerpsafstand gewoon gelijk maar omzetten naar 3000 mm. Dat vind ik in dit geval het handigste werken. Ik pak weer de formule 1 gedeeld door F is 1 gedeeld door B plus 1 gedeeld door V. Ja, ik weet het, B en V staan nu andersom als een klein stuk hierboven. Maar dat mag gewoon, want of ik nu B plus V doe of V plus B, komt op hetzelfde neer. Goed, dan hebben we dus 1 gedeeld door 100 moet gelijk zijn aan 1 gedeeld door B plus 1 gedeeld door 3000. Dus 1 gedeeld door B is gelijk aan 1 honderdste min 1 drieduizendste. En dan kom ik uit op, en ik ga hem gewoon eerst maar eens intypen weer. 1 honderdste min 1 drieduizendste is. Kijk, dit kan ook op je rekenmachine voorkomen. Noemen ze gewoon wetenschappelijke notatie. 9,76 maal 10 tot de min derde. Dus dat betekent dat B gelijk is aan 1 gedeeld door 9,67
maal 10 tot de min derde. Ik zei volgens mij 76 net. En dat... Oef. Nu ben ik wel heel slordig aan het schrijven. Ups. Maal 10 tot de min derde. En dat moet dan zijn 1 gedeeld door antwoord. Dan komt het beeld op 103,4 millimeter te staan. Goed, dit waren 2 korte voorbeeldopgaven met behulp van de lenzenformule. Ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. In ieder geval weer bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.